Nou, ik ben net begonnen met mijn verhaal. Voor jou ook. Hoi, ik ben Luc, 22 jaar. Ik ga hier even een coaching call doen. Ik reis een beetje de wereld rond. Dat doe ik nu al 1,5 jaar. Ik heb eerst even een opleiding gedaan van 4 of 5 jaar in België. Interieurdesign. Vond ik niet leuk. Ben ik mee gestopt. Alleen er was altijd allemaal heel van die kriebels van ik wil reizen. Allemaal mensen die verdienen geld vanaf een laptop. What the fuck, hoe doe je dat dan? Nou, ik had niet echt een idee hoe dat precies deed. Ik heb van alles geprobeerd. Met van alles. Ik heb webshops gehad. Ik heb crypto. Nou, dat doe ik nog steeds. Maar ik koop wat en ik zet het vast. Ik ben geen trader. Heb ik ook gedaan, maar het is met te veel stress. Ik hou niks van stress. Op een gegeven moment... Die opleiding in België dus niet afgemaakt, maar toen moest ik een andere opleiding doen. Want mijn moeder die zei van, ja, je moet toch je school afmaken, want dat is noodzakelijk. Dat heb je nodig. En dan kan je dat tussendoor, kan je met je centjes die je verdient, kan je op vakantie gaan. Dus ik denk van, ja, nee, dat klopt niet. Ik snap, dat gaat niet. Dat ging in mijn hoofd, ging dat niet helemaal goed. Want ik zie met andere mensen, die zie ik wel constant reizen en vette dingen doen. Dus als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. Nou, toen ben ik naar Utrecht naar school gegaan. Ben ik een filmopleiding gaan doen. Die... ben ik ook gestopt na 2,5 jaar. Op een gegeven moment was het voor mij echt... de maat was vol. Ik denk, nu moet ik moet gewoon vertrekken. Ik was eerst aan het denken van... Oké, ik moet eerst een businessmodel hebben... en ik moet een inkomen hebben. En dan kan ik... Daarnaast je dat inkomen hebt... heb je wat meer zekerheid en veiligheid. En ik snap heel goed dat mensen daarvoor kiezen. Dat mensen kiezen om... En dat is jullie. Jullie zijn allemaal die cursus aan het doen. En je bent iets aan het leren om iets op te zetten... daarmee een inkomsten te verdienen en dan te vertrekken. Maar ik dacht van, weet je wat... Als ik mezelf in het diepe gooi, dan moet er vanzelf wel iets uitkomen. Want, dat heb je waarschijnlijk al vaker gehoord, dat als jij in jouw oude omgeving blijft, en jouw oude omgeving is, daar zitten mensen in die bijvoorbeeld niet aan het werken zijn aan iets, of die geen passie hebben, of die geen drijf hebben, ja, dan gaat het voor jou heel moeilijk worden om wel die passie en die drijf te vinden en om uiteindelijk iets te doen. Wat lastig is, zeker als je denkt dat het je hele goede vrienden zijn... en je leeft er al heel je leven mee en dan denk je van... ja, ik kan ze niet achterlaten. Maar als er mensen in je leven zijn die ervoor zorgen dat jij vast blijft zitten... ja, dan is het gewoon tijd voor jou om op te stappen. Om die step naar de next level te doen. Je hoeft het niet letterlijk tegen te zeggen van... joh, ik hoef je niet meer te zien. Maar ga gewoon je eigen dingen doen. En de mensen die jou meevolgen en die jou nog steeds blijven supporten... daar weet je dan ook van... hey, dit zijn mijn mensen en dit vind ik goede mensen en leuke mensen om mee om te gaan. Nou... 1,5 jaar geleden ben ik dus vertrokken naar Thailand. Toen met mijn ex-vriendin inmiddels. Ik had in Nederland alles opgezegd. Dus ik was gestopt met mijn opleiding. En ik had mezelf eigenlijk in 2021 1 jaar gegeven om een online inkomen te gaan verdienen. En toen ben ik gaan traden. En dat ging heel goed. En daarna heel slecht. En toen dacht ik, wow, dit is het mij niet waard. Dus daar ben ik mee gestopt. En uiteindelijk eind van het jaar... had ik 1500, 1600 euro op mijn rekening. En ik had mijn ticket al geboekt. Dus ik had eigenlijk geen remote job. Maar wel 1500 euro op mijn rekening. En ik had het ticket al geboekt. En ik denk, ja, ik ga nu niet meer terug. Ik moet nu. Want ik heb alles al opgezegd. Mijn appartement waar ik toen in woonde met 3 vrienden. Mijn baan, mijn school. En alle onzinabonnementen die mensen hebben lopen. Waar je vrij weinig aan hebt. Nou, dus die allemaal opgezegd. Toen vertrokken en toen de eerste, was een beetje coronaperiode, dus was een beetje rottijd eigenlijk om te reizen, maar goed. De eerste 2 maanden heb ik eigenlijk, had ik geen geld. Ja, ik had die 1500 euro, maar daar wou ik eigenlijk zo min mogelijk aankomen. Toch moeten doen. Ik heb toen uiteindelijk van 600 euro, 700 euro per maand geleefd. En heel veel mensen denken dat reizen super duur is, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als jij je standaarden verlaagt op het moment dat dat moet. Hè, dus als jij graag iets wilt... moet je soms als je standaarden verlagen. Hè, om bijvoorbeeld minder uit te geven. Veel mensen denken, geld, dan ga ik steeds meer uitgeven. Maar een manier waarop je geld blijft behouden, waarop je voor een langere tijd consistent een topleven kan leiden, is door naarmate je inkomen stijgt, niet per se ook zoveel uit te gaan geven. Hè, stel je voor, jij leeft van 1500 tot 2000 euro per maand en je verdient een ton per maand. Als je die ton gaat investeren, dat wordt steeds meer, maar jij blijft gewoon hetzelfde uitgeven. Dan wordt jouw levensuitgaven, die worden niet duurder. Maar jij verdient wel steeds meer geld. Kijk, dan ga je vanzelf leuke dingen mee doen. Misschien is dure kleren kopen, een auto, whatever je wilt. Alleen, ik ben zelf niet zo van dat soort dingen. Omdat ik het veel leuk vind om mijn geld te herinvesteren in het bedrijf wat ik nu heb. En de dingen die ik aan het doen ben. Dan het uit te geven aan allemaal externe factoren. Maar goed, dus. Ik was daar in Thailand. En ik ging samen met mijn ex-vriendin... gingen wij een coaching business opzetten rondom mindset en self-development. Dat was mijn plan. En op een gegeven moment, in 2 maanden, kwam ik erachter van, fuck man, mijn mindset zelf op dit moment is eigenlijk ruk. Dus hoe kan ik nu zelf mensen gaan helpen met hun mindset? Dat klopt niet helemaal. Toen zijn we de relatie ook stuk gelopen, stop gegaan. Nou, vervelend, doet pijn. Uiteindelijk zijn wij beide onze eigen kant op gegaan. We hebben er niet voor gekozen om terug naar Nederland te gaan. Want voor mij was het echt duidelijk, ik wil 12 maanden aan een stuk reizen. No matter what, maakt niet uit wat er gebeurt. Dus ik ben naar Vietnam gegaan en zij naar Bali. En ja, op een gegeven moment, dankzij haar, ben ik toen achter een remote job gekomen. En dat was online bijlesgeven. Dat verdiende €13 per 50 minuten. Dus 50 minuten les, €13 betaald. Dus ik denk, oh, dat is best chill, weet je wel. Een beetje bijlesgeven aan kinderen, daarvoor betaald krijgen. En het was voor mij chill, maar ook noodzakelijk, want ik had geen geld meer. Nou, toen zat ik in Vietnam. Verdiende ik ongeveer €600-700 per maand. En ja, daar moest ik toen van leven. Dus dan leef je eigenlijk in hele goedkope hosteltjes. En een hele... je eet goedkoop. Het voordelig is dat je in Azië zit. Ik weet niet of iemand van jullie al ooit in Azië is geweest. Ja man, ik kom uit Azië. Waar kom je vandaan? Syrië man. Oké, maar ben je ook in Zuidoost-Azië? Weet je wel, Thailand, Vietnam, Indonesië, die kanten? Nee, die kant niet. Nee, deze kant niet. Oké, het leven daar is dus een stuk goedkoper. Het kost daar niet zo heel veel. Ik weet niet wat het in Syrië zal het ook niet nee, goedkoper klopt. Zijn. Ja, precies. Maar nu door wat er gebeurd is, is wel nu alles 4 keer duurder geweest. Ja, dat geloof ik. Ja, joh. Dus dat was wel een voordeel, dat ik in Azië zat. Nou, toen een wat mindere periode gehad eigenlijk. Want je vriendin, net een lange tijd, ik weet niet hoe lang we iets hadden. Klein jaar, gaat uit, je bent op reis, je hebt eigenlijk helemaal geen geld en je geeft bijles. Nou, ik zat daar en ik denk, ja, dit is hem ook niet. Ik ga niet mijn hele leven lang rondreizen terwijl ik bijles geef aan kinderen. Dus ik zat te denken van, oké, hoe zou iemand die... ik ging bedenken wat voor leven wil ik leiden. Hè? Ik wil vanaf mijn laptop werken, ik wil in principe locatie onafhankelijk zijn. En ik wil zelf kunnen bepalen wat en wanneer ik iets doe. Dus toen ging ik denken van, oké, wat zou zo iemand doen? En toen, het eerste wat in mijn hoofd opkwam was, connecten. Connecten met andere mensen. Want denken dat je alles alleen kan en de lone wolf zijn en dan mezelf miljonair bestaat niet. Je hebt altijd andere mensen nodig. Zelfs de mensen die... ik bedoel, op het moment dat je van je laptop werkt, is er al iemand anders bij betrokken. Want die laptop is niet door jou gemaakt. Dus als je het zo even bekijkt, zijn er altijd andere mensen betrokken bij jouw succes. Dus ik ging in Facebookgroepen kijken. En op een gegeven moment kwam ik in een Facebookgroep over Bali. En ik had de hele tijd het gevoel... Ik geloof heel sterk in het universum. En dat hetgene wat jij in je hoofd hebt, wat jij denkt dat werkelijkheid gaat worden, als je erin gelooft, dat dat ook werkelijkheid gaat worden. Het is pas als jij niet meer gelooft in jouw dromen of de versie van jezelf die je wilt worden, dan is het eigenlijk gedoemd om te mislukken. Dus als je blijft geloven en weet dat jij waard bent, wat je denkt dat je waard bent, dan ga je er ook langzaam naartoe werken. Nou, dus ik zat in die groep. Op een gegeven moment kwam ik in een soort WhatsApp-groep terecht. En in die tijd was ik ook gebruik aan het maken van een tradingbot. Dat was een gast en die zei, ja, als je je geld instopt, dan krijg je een percentage per maand. En dan krijg je daar zoveel geld uit. Dus ik denk, ja, zal wel. Heb ik dat een halfjaartje in de gaten gehouden. En op een gegeven moment heb ik daar toch maar wat geld in gestopt. Wat ik toen nog had. Dat was niet heel veel. En uiteindelijk kreeg ik daar een klein beetje passief inkomen uit. Dat waren enkele tientjes. Maar ik denk van oké, goed, toch mooi meegenomen. En ik kwam in die groep, zei dus een guy van, wie is er binnenkort in Bali? En ik wist dat ik naar Bali toe zou gaan. Ik had de hele tijd het gevoel dat er in Bali iets speciaals zou gaan gebeuren. En als jullie trouwens vragen hebben tussendoor, of denken van, dan moet je gewoon stellen trouwens, hè? Ja, zeker man. Dus ik had het gevoel dat er in Bali iets speciaals ging gebeuren. En op een gegeven moment reageerde ik op die gast in die WhatsApp-groep. Die zei van, wie is er in Bali? Ik zei, ik ben in Bali. Ik zei, wat doe jij eigenlijk? Hij zei, ik doe iets met tradingbots. Dus ik zei, dat is grappig man. Ik ben daar laatst mee gestart met tradingbots. Ik zei, bij dit en dit bedrijf. Dat heette toen Oasis Trading. En hij zei, daar ben ik de CEO van, de eigenaar. Dus ik denk, hoe lach is dat, weet je wel? De eigenaar van dat tradingbedrijfje. Wat een... kleine kans dat ik hem hier in Vietnam via een WhatsApp-groep waar ik in ben gekomen, via een Facebook-groep tegenkom. Maar goed, dat was wat het was. En op een gegeven moment raakte ik met hem aan de praat en hij zei, het kwam erop neer dat hij iemand nodig had voor zijn social media. Nou, ik vind social media best leuk. Ik doe het zelf ook op TikTok onder de naam Reizen met Luc. Maak ik content, mocht je het wel of niet al gezien hebben, in ieder geval over reizen, hoe je dat goedkoop kan doen. En geef ik gewoon wat tips en tricks. Dus ik zei van, ik kan je wel helpen met je social media. Ik had geen idee hoe ik dat ging doen, maar ik denk, fuck it, ik zeg gewoon dat ik het kan, weet je wel. Ik zei, ik ben social media manager. Ik ga ervoor zorgen dat jij organisch klanten krijgt, dat we jouw account gaan pushen, bla 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 bla. En hij zei, ja, is goed man, stuur maar een voorbeeldje op. Dus ik denk, fuck, weet je wel, oké, nu moet ik iets gaan verzinnen. Dus ik opgezocht op Google, wat doet een social media manager? En ik heb eigenlijk gewoon gedaan wat er stond. Hè? Social media manager, die designt de posts, die plant de posts in, en die helpt een bedrijf organisch te groeien op social media. Dus ik pakketten gemaakt, één van 750, één van 900 en één van 1200. Dus 3 pakketten had ik gemaakt. En op een gegeven moment had ik met hem de call. Ik zat toen in Singapore, want ik moest na Vietnam ging ik naar Singapore toe. En ik dacht van, oké, fuck, dit is eigenlijk wel cruciaal. Want ik kan niet meer leven van die Go Students, van de bijles die ik gaf. Dus dit moet hem wel worden. Dus ik zat vol vertrouwen, een beetje zenuwachtig zat ik in die call. En ik zei tegen hem van, yo, dit is wat ik kan doen. En dit zijn mijn pakketten. Hij zei, ja man, bro, heel coole gast. En zo weet je wat we doen, pak maar het duurste pakket. Ik kan je bitcoin betalen, cash. Ik kan je het overmaken op je bank, maakt niet uit. En als je Bali komt, dan fixen we dat wel. Dus ik denk, zo, oké, vet, weet je wel. Ik verdien nu gewoon €1200 vanaf mijn laptop van een verhaal dat ik in principe bij elkaar heb gebluft, omdat ik gewoon heb gedaan alsof ik het kon. Nou, en toen gaandeweg ben ik eigenlijk beter geworden in social media management en die dingen designen. Ik moet zeggen, ik heb wel een achtergrond in video editing en werken met designprogramma's van die opleiding die ik dus niet heb afgemaakt. En zo zie je maar dat eigenlijk alle dingen in jouw leven brengen je uiteindelijk, als je op een gegeven moment bent op het punt waar je denkt, fuck, nu ben ik lekker bezig, nu heb ik succes bereikt. Hè? Dan moet je eens teruggaan en uiteindelijk zie je dat elke stap die je hebt gezet een stap omhoog was. En elke klein dingetje dat je hebt meegemaakt, en zelfs elke setback, er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat je bent waar je nu bent. Dus dat is wel mooi om te zien. Ook vooruitdenkend, wetend dat als je positief blijft denken en blijft geloven in jezelf, dat je uiteindelijk alleen maar stappen omhoog zet. Ook al voelt dat soms niet zo. Nou, toen dacht ik, oké, vet. Ik ging die bijles iets minder doen. Dus ik verdiende met die bijles ongeveer 500. Van hem 1200. Dus ik zat in denk ik met €1700 per maand. Vanaf mijn laptop. En ik denk, zo, maar dat is fucking vet eigenlijk. Ik kan nu gewoon blijven reizen. Dus mede door dat ben ik kunnen blijven reizen. En ja, toen ben ik daarna naar Bali gegaan. En dan ben ik een beetje verliefd geworden op Bali. Ik ben daar iets van 4,5 maand heb ik daar gezeten. En daar ook weer gaan connecten met andere mensen. En dat raad ik je ook echt aan. Als je het nu al niet doet, ga het doen. Hè. Jullie zitten allemaal ook in de community van Boyness. Dus daar connect je ook wel met elkaar. Maar ga dat ook meer doen buiten die community. Nogmaals, als je dat al niet doet. En durf ook te vragen aan mensen. Weet je, heel veel mensen die durven ook niet te vragen. Of die durven niet aan iemand die hoger staat, succesvoller is. Wat dat dan ook mag zijn. Vragen te stellen of ervan te leren. Maar dat raad ik je echt aan. Probeer gewoon met iedereen te praten. Ook al is dat soms eng en moeilijk. Maar in Bali heel veel connecties opgedaan. Heel veel waardevolle vriendschappen ook gemaakt. Van mensen die ook aan het werken zijn aan iets. Ook een passie hebben voor iets. En ook niet achterover zitten en niks doen. En uiteindelijk. Nu de laatste 2 maanden heb ik dus die community opgezet die ik nu heb. Met bijna 1000 leden erin. En ik moet zeggen, toen ik hem startte, dacht ik van, ja, fuck man, ik ben hier niet voor gemaakt. Dit gaat niet lukken. Mensen vinden mijn filmpjes niet leuk. Bla, 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 bla. En toen waren er mensen, dus vrienden van mij, die zeiden van, jawel man, jij bent daarvoor gemaakt, moet je doen, dit en dat. Dus de gedachten die ik had over mezelf, waar ik van dacht van, joh, het gaat niet lukken, waren zij daar om te zeggen van, het gaat wel lukken. En dat heeft mij wel dat steuntje in de rug gegeven om uiteindelijk door te zetten. En ja, dus nu is dat een beetje mijn focus, die community uitbouwen. En ik ben nu ook bezig met een traject met andere reiscoaches op te zetten. Om mensen die ook de digital nomad life willen leven, die het spannend vinden om voor het eerst op reis te gaan. Voornamelijk focus ik op backpackers die bijvoorbeeld voor 6 maanden of zo door Azië willen reizen. Of voor 12 maanden weg willen gaan. Dat ben ik nu allemaal aan het opzetten. En ik moet zeggen dat er komen steeds meer nieuwe opportunities komen op je pad. Als je op een gegeven moment als je dat momentum te pakken hebt en je blijft positief, Ja, dan gaat er heel veel voor jou op jouw pad komen. Dat ook precies voor jou gemaakt is. Want je moet weten dat er is niks in jouw leven wat jou overkomt, wat jij niet aan kan. Er is niks wat jij... Hè, soms komt er een opportunity, denk je, oeh, nee, ik ben nog niet goed genoeg. Of nee, moet ik dit wel doen? De enige reden dat dat er komt, is voor jou om eigenlijk die opportunity te pakken. En mocht het niet goed uitpakken, dan heb je er alleen maar van geleerd. En dan is dat een les om de volgende opportunity, of wat dan ook gaat komen, beter te kunnen doen. Natuurlijk. Dus dat is eigenlijk in het kort ja, wat ik heb gedaan. En nu reis ik eigenlijk ja, non-stop een beetje rond de wereld. Nu dan in Colombia. Ik kom dan van 12 maanden Azië af. Ik ben 2 maanden weer in Nederland geweest om met vrienden en familie te zien. Alleen Nederland trekt mij niet zo. Hè, voor, kijk, ik weet even niet wat jouw naam was. Mohamed die zei het net ook al, ik wil sowieso niet in Nederland gaan wonen. Snap ik. Ik vind het leuk om in Nederland te zijn in de zomer. Waarom? Ik hou van de zon. Vitamine D. Drink wel lekker. Maar ja, voor de rest... nee, de afgelopen 2 maanden dat ik er was, januari en februari, waren niet heel fijn. Wel fijn om te focussen, want je zit gewoon binnen. Het is een beetje koud buiten, dus dat is wat chill. Maar ja, dat zijn de vragen van jullie. Of hebben jullie iets waar je mee zit dat je denkt van dit zou ik wel willen weten? Stel ze. Ja, ik heb wel een paar vragen eigenlijk. Ik weet niet, de rest mag wel eerst eigenlijk. Maar heeft iemand anders vragen trouwens? Nee hoor, ga maar. Oké, dankjewel. Ik heb wel een paar vragen. Zeg maar, ik heb dat ook nu. Ik wil ook heel graag reizen. Maar ik heb echt die mindset zo van... Ik wil eerst mijn bolonairs zeg maar, goed op orde zetten. En dat ik heel veel inkomsten heb. En daarna pas reizen. Maar ik hoor van jou dat je net andersom deed. Dus, maar ja. En wat raad je aan, zeg maar? Of jij dat je gaat reizen en doen, of... Ja. Kijk, ik moet wel zeggen... Wat ik vertel klinkt allemaal super vet en super mooi. Wat je op social media ziet, zie mij reizen, leuke filmpjes, dit en dat. Ik probeer ook steeds meer video's te maken om mensen te laten zien dat... Ik heb maanden echt gehad dat het heel lastig was. Ik heb 2 maanden in Maleisië gezeten, helemaal alleen. Er was niemand die Engels kon. Ik kon ook niet weg. Ik kon geen ticket boeken uit die plek, omdat ik geen geld had. Dat was een duistere periode van mijn leven, om het zo maar te zeggen. Je moet je wel realiseren dat als jij en aan een business aan het werken bent, en ook nog eens gaat reizen, dat dat wel veel kan zijn. Dus stel je de vraag, weet je wel, ben ik hier voor bestemd op dit moment? En ik denk dat jij voelt dat het beste aan. Hè? Denk je van, weet je, ik wil deze gok nemen. Weet wel dat als jij nu gaat reizen en je hebt dat nog nooit echt gedaan, je bent nog nooit naar bijvoorbeeld, zeg dat je naar Bali wilt, nog nooit naar Bali geweest, komen er allemaal nieuwe invloeden en die weerhouden jou. Dus jouw focus op je business nu gaat iets minder worden. Dus ik snap, aan de ene kant raad ik mensen aan om fuck it, spring in dat diepe, want jouw brein die gaat met allemaal nieuwe dingen komen waar je niet van had verwacht dat ze überhaupt in jou zaten. Want je moet weten dat jouw volle potentie, dus de persoon die jij wilt zijn, zit al in jou. Dus die ben jij in principe al. Alleen de enige manier om daarachter te komen is om jezelf in posities te zetten, waardoor dat unlocked wordt. Hè, wat ik net zei, als jij constant in jouwzelfde omgeving blijft, ja, dan blijf jij ook dezelfde persoon. Snap je? Dus je moet echt aan jezelf vragen, wil ik dit? Ben ik hier nu klaar voor? Misschien ben je op een punt dat bepaalde dingen binnen je business al lopen en dat je denkt van, ja, zou ik dit al remote kunnen doen? Of moet ik hiervoor thuis blijven? Als het antwoord daarop is, ik hoef niet thuis te blijven, dan zou ik gaan. Het gaat spannend zijn, het gaat nieuw zijn, maar dat is juist goed. Want de enige manier voor jou om verder te komen is juist die angsten aan te gaan en juist dat oncomfortabele op te zoeken. Hoe cliché dat ook klinkt, is dat wel gewoon wat het is in principe. Dus ik weet niet of je nu al iets hebt lopen of al inkomsten binnenkrijgt of whatever. Ja, ik heb 2 banen en ik doe dit en plus ergens nog, maar... Ja. Dat is het. Ja, dat heb ik puur gedaan om met vaste lasten dingen te doen. Anders zit ik heel vast. Daarom. Ja, precies. Ja, besef wel dat, kijk, in principe in Bali kan je voor €750 per maand wonen, eten. Je hebt de scooter en je hebt je visum gefixt. Dus dat is helemaal niet zo heel veel geld. Ik weet niet wat je nu betaalt voor vaste lasten trouwens, hoor, maar... Weet dat het in principe... Kijk, een ticket naar Indonesië of naar het buitenland. Ik zeg Bali omdat ik dat zelf een vette plek vind trouwens. Maar misschien wil jij wel gewoon naar Duitsland toe of zo. Ik weet het niet. Maar het ticket vaak naar zo'n verre plek is het duurst. Maar het leven is daar wel wat goedkoper. Dus als je het zo bekijkt... Plus de levenskwaliteit is een stuk beter. Het eten is daar supergoed. De zon schijnt. Je kan ik maak geen geluid meer. Hallo? Hallo? Oh, nou, goed. Hoe doe je dat met laptop dan? Met internet en zo? Hoe doe je dat? Je hebt gewoon overal wifi. Zeg maar, je hebt gewoon... Ja, kijk, het is niet altijd de beste wifi. Ik ga je zeggen dat ik me soms wel heb geïrriteerd aan het feit dat het gewoon niet hele snelle wifi is. Zeker als je internet in Nederland gewend bent. Er gaan wat dingen anders zijn. En er gaan dingen lopen... je wilt dat graag alles loopt zoals je wilt dat het loopt. Maar oké zijn met het feit dat dingen anders gaan zijn... gaat je echt een stuk verder helpen. Want heel veel mensen zeggen... Ja, het internet is slecht en de zon schijnt te hard. En ik wou toch dat dit wat beter was... Ja, weet je, dan moet je niet gaan reizen. Als je alles perfect wil hebben en alles luxe wil hebben, dan is dat niet voor jou. Maar als je houdt van een beetje avontuur, en daar raad ik het je wel aan. Want kijk, het feit dat het internet op de ene plek het niet doet, zorgt ervoor dat jij op zoek moet gaan naar een nieuwe plek. En er zijn in Bali bijvoorbeeld heel veel coworking spaces. In Thailand, Chiang Mai, heb je ook een plek waar heel veel coworking spaces zijn. Dus dat zijn plekken waar je goed internet hebt en waar andere ondernemers zitten. Daarom die twee plaatsen zijn eigenlijk heel top om te connecten. Valencia weet ik ook dat nu een soort iets aan de gang is waar meerdere ondernemers zitten. Dus dat is wel heel tof om naartoe te gaan. Want moet je beseffen dat nu in Nederland zit jij. En ik weet niet met wie buiten de community praat jij over je business of over groeien of over allemaal dat soort dingen. Zijn dat heel veel mensen in je omgeving? Nee, ik heb helemaal niemand eerlijk gezegd. Ik heb laatst nog wel iemand gesproken. En heel toevallig zei zij zo van, ik heb wel een paar producten, dit is een high-tech en zo, maar ik heb eigenlijk niemand. Naast deze community heb ik niemand met praten. Ik moet eigenlijk zelf doen. Ja, dat is het. Ja, precies. Dus daarom is het heel waardevol om juist dus wel naar dat soort plekken te gaan. Hè? Omdat daar, ja, die zitten helemaal vol met ondernemers. Dat zijn mensen die al echt businessen hebben van 10 tot 100k per maand. Ik kwam een gast tegen die verdiende, wat zat hij op, 1 miljoen per maand. Ja, dat zijn hele grote jongens en daar kan je heel veel, en meiden, en daar kan je heel veel van leren. Dus door naar dat soort plekken te gaan, ga je daar wel mee omringen. En ik geloof ook heel erg in energie. Dus als jij een plek hebt met heel veel van dat soort mensen, ja, daar hangt ook gewoon een energie van. Lekker knallen, van elkaar leren, positieve mindset. En dat is wel heel goed daarin als je die volgende versie van jezelf wilt ontdekken. Nou, hoe doe je dat met je vaste lasten, met verzekering in Nederland? Betaal je dan ook gewoon, want je reist ook, maar je doet dat ook. Ja, ik heb een zorgverzekering in Nederland, die heb ik eigenlijk op het laagst gezet. Dus dat is €94 betaal ik per maand voor die zorgverzekering. En ik krijg van de overheid €154 terug. Dus in principe maak ik, €60, 50, €60 winst. Dus dat is ideaal. En voor de rest heb ik een reisverzekering van Safety Wings, heet die. Dat is een digital nomad verzekering. Die kost mij €40 per maand. Dus met een beetje winst dat ik maak van het geld wat de overheid mij te veel geeft, betaal ik die externe reisverzekering. En die dekt eigenlijk alles. Die is speciaal voor mensen die dus werken vanaf een laptop in het buitenland. Die dekt, ja, wat ik zeg, bijna alles. Oh, is dat een aparte verzekering dat je betaalt? Die reisverzekering? Ja. Oh, dat heb ik nooit gehad. Oké. Ja. Safety Wings heet die. Dus als je naar mijn Instagram gaat, of als je het leuk vindt de community ook te joinen, staat allemaal in mijn bio en daar staat ook die verzekering bij. Ja, als je op mijn linkje klikt, staat die ook bij. Oké, zal ik even kijken. Ja, dus dat. Ja, het is... En ook internet daar, je kan gewoon als je in zo'n land aankomt, je koopt een simkaart, stop je in telefoon. In Thailand heb ik €10 betaald voor unlimited internet voor een maand. En die werkt echt zelfs op de meest, op eilanden waar je van denkt van, goh, hier zou geen internet moeten zijn, werkt die alsnog. Dus dat is helemaal top. In principe heb je alles wat je hier in Nederland hebt ook. Alleen sommige dingen zijn gewoon wat anders en wat minder luxe. Ligt eraan hoeveel geld jij, zeg maar, als jij heel veel geld te besteden hebt. Kan het zo luxe maken, je kan het zo duur maken als dat je zelf wilt. Maar ik weet, ik heb uitgerekend, in principe in Bali, het goedkoopste wat je daar kan leven is rond de €7,50. Tenzij je bij locals in huis gaat slapen, ja, dan betaal je nog minder. Maar ik ben... Ja, dus bij mensen die daar wonen. Kijk, ik ben echt van het budget, dus ik wil mensen laten zien dat reizen niet duur hoeft te zijn. Want heel veel mensen denken, ik heb minstens €2000 per maand nodig. Nee, dat is helemaal niet zo. Wat misschien wel eens leuk is om te doen, is om te kijken, oké, wat voor leven wil ik gaan leven, hè, de komende tijd? En dan gewoon eens uit te zoeken van hoeveel gaat me dat kosten. Dus wat gaat mijn huis kosten, wat gaat mijn eten kosten, wat gaat mijn ticket kosten. En als je dat eens berekent en dan gaat bekijken, waarschijnlijk schrik je dan van, oh shit man, het is eigenlijk veel goedkoper dan wat ik dacht. En vaak denken we, we hebben 5k per maand nodig om chill te kunnen leven. Nou, dat is, ja. Ja, zo dacht ik ook eigenlijk. Daarom dacht ik, ik ga 1 jaar gewoon vol knallen en dat ik gewoon geld heb en dan ik ga pas reizen. Maar ik hoorde jou, ik dacht wel, maar daarom, maar... Ja. Ja, nee, dat is totaal niet waar. Maar wat ik zeg, als jij luxe wilt, en als jij in een vet hotel wilt slapen, en als jij alleen maar wilt uit eten buiten de deur, zelfs uit eten is daar goedkoop trouwens, maar dan, snap je, het ligt er net aan waar je standaarden liggen. Als jij alleen maar luxe wilt en op je wenken bediend wil worden, dan ga je veel moeten betalen. En ja, dan is het slim inderdaad om even een jaartje te knallen, en om dat dan te gaan doen. Maar als jij nu al wilt starten en je wilt mengen rondom andere ondernemers, mensen die aan het reizen zijn en mensen waar je echt veel van kan leren, want geloof me, die connecties, dat is uiteindelijk wat jou hoger gaat helpen. Ja, je kan wel heel veel werken aan je business, maar uiteindelijk wil je gewoon mensen kennen die meer weten dan jij, die verder zijn dan jij, waar jij weer van kan leren. Dat is wat je wilt. En ook gewoon met mensen omgaan. Ze hoeven niet per se verder of meer te weten dan jij, maar die in ieder geval op jouw level zitten. Of daarboven. Want alles daaronder, ja, dat heb je al gehad in principe. Dat level is al uitgespeeld als je het bekijkt als een spel. Ja, dus dat. Nog een vraag. Oh, trouwens. Ik moest van Ola even een foto maken. Dus als jullie even willen lachen, ga ik even een foto maken. Ja, top. Oké, mooi. Ja, voor de rest... Want waar staan jullie nu ergens in het hele traject? Zijn jullie net begonnen met die cursus bij Ola? Of zijn jullie al tijd bezig? Verdienen jullie al inkomsten? Ik ben al ongeveer 1,5 maand bezig nu. Oké. Ja, mijn inkomsten, zeg maar, is nu mijn werk, zeg maar. Wat ik gewoon elke dag doe, zeg maar. Ik werk van 8 tot 5 bij een automonteurzaak. Oké, nice. En ja, vind je het leuk? Daar verdien ik gewoon, gewoon goed geld mee. Ja. Maar ja, natuurlijk, je wilt gewoon altijd meer. En daarvoor heb ik voor Boyness gekozen. Precies. Ja, heel slim om te doen. Dat je zeg maar iets, je main inkomsten is nu dus nog die baan. En je wisselt tijd in voor geld, in principe. Ja. En dan ben je nu inderdaad dat aan het opbouwen. Ja, ik raad dat ook sowieso iedereen aan om te doen. Kijk, wat ik heb gedaan is wel een risico met niks vertrekken en hopen maar dat het goed komt. Dus wat dat betreft ga ik nu niet zeggen, yo, boek nu je ticket en ga morgen naar Bali toe en fuck it. Want ja, het heeft mij wel, uiteindelijk heeft het me 6 jaar gekost om, want ik heb allemaal dingen geprobeerd sinds 2017, 16 al bezig met allemaal shit. Mag ik vragen hoe oud je bent? 22. Jeetje, oké. Dus, en jij was 6 jaar al bezig? Ja, ik ben sinds 2016 bezig. Dus ik met allemaal mensen samengewerkt. Ik heb affiliate marketing deed ik toen. Dus toen hadden we webshops opgezet. Waar we dan producten van andere websites hun affiliate link opzetten. En die websites die gingen we dan pushen met allemaal vage advertenties. En dat was een of andere man die zei van... Ja jongens, ik betrek jullie bij mijn bedrijf. En we gaan hem over een jaar verkopen voor 20 miljoen. En dan krijgt krijg jij 1 miljoen en jij 1 miljoen. Nou, ik was 16 en ik denk, wow, vet man. Deze ondernemer wil mij helpen. Ik krijg volgend jaar 1 miljoen. Dus ik denk, nou leuk, ik ga verder met die webshops bij hem. Nou, allemaal grote onzin. Mensen praten heel veel poep. En mensen die gaan allemaal dingen vertellen... die niet per se altijd waar zijn. Dus waak daar ook een beetje voor. Blijf vooral dicht bij jezelf met alles wat je doet. Maar ga daarin niet denken dat niks mogelijk is. Hè? Je hebt ook heel veel mensen die zien bijvoorbeeld Ola en die denken van... Ja, wat is hij nou weer allemaal voor poep aan praten? Die cursus, dat werkt allemaal niet. Snap je? Het werkt wel. En dat met cursus is dat heel, heel mooi om te zien eigenlijk. Ik weet niet precies wat het slagingspercentage is van de gemiddelde cursus in Nederland. Alleen, als mensen zo'n cursus aanschaffen... en ze bereiken niet wat ze willen bereiken, worden ze vaak boos. Ja, wat een kutcursus en het werkt allemaal niet. Alleen, als één iemand door middel van een cursus, laten we nu zeggen de Boyness cursus, slaagt. Dus als één iemand bijvoorbeeld al 10.000 per maand kan verdienen, dan ligt het dus niet aan de cursus, maar dan ligt het aan jou en je mindset waarom dingen niet gaan lukken. Want uiteindelijk is die cursus geen garantie voor een, ik weet niet, per se een garantie voor een financieel of een locatie onafhankelijk zijn. Maar het is gewoon jij die ervoor voor moet gaan. En ik denk dat de cursus is opgebouwd uit stappen, of ik weet niet precies hoe die is opgebouwd. Ik heb zelf die cursus niet. Maar als jij gewoon, ja, ik ga er geen percentage op plakken, maar als jij gelooft in het feit dat hetgene wat je in je hoofd hebt werkelijkheid kan worden, geloof me, dan gaat het dat ook worden. Ik ga niet zeggen dat het een makkelijke weg gaat zijn, maar als jij bereid bent die weg te bewandelen, dan ga je ook uitkomen bij de succeslocatie, om het zo maar even te benoemen. Dus dat. Verder, nog iemand? Kom, we gaan met z'n allen naar Bali, mensen. Of iemand zijn muziek hebben. Hey, ik vind een goed idee. Ja, weet je, we hadden nog gesproken, klopt. Ik wou net zeggen, lekker netwerken. Ja. Oh, wij moeten contact met jou houden. We gaan het sowieso doen. Gaan we doen. Ja. Maar, ik heb vooral nou met mijn studie, een beetje met het schrijven van mijn scriptie, dus dat gaat allemaal net iets lastiger. Maar daarnaast heb ik dan ook Boyness en ik heb nog een eigen bedrijf in het beduren van babyartikelen. Oh, alleen ik merk heel erg van, als ik dan klaar ben met mijn scriptie, wil ik eigenlijk zo snel mogelijk ook naar het buitenland toe. Ja. Maar ik vind het wel lastig om te bepalen waar ik precies nou mijn focus op moet leggen, om dus dat inkomen te genereren. Ja, precies. Ja, stel jezelf even de vraag van, oké, waarom wil je naar het buitenland? Laten we daarmee beginnen. Waarom zou je naar het buitenland willen? Ja, zonnetje, heerlijke sfeer, mensen, gezelligheid. En plus focussen, denk ik. Ik heb wel vermoeden. Ik ben thuis. Ik werk ook ergens anders. Ik doe nachtdienst, maar ik doe plus ook thuis. Ik merk dat ik thuis niet echt kan focussen. Ik weet niet of het aan mij ligt of zo, maar het kan aan mij liggen. Maar... Nee, dat snap ik heel goed. Maar in het buitenland, wat ik zeg, als jij bijvoorbeeld naar... Stel je voor, je moet een coworking plek. Weet jullie wat het is? Ben je er ooit geweest? Ja, ik ben er wel een aantal keer geweest. Ja, dat is in principe gewoon een plek waar allemaal andere mensen ook aan het werken zijn. Dus je hebt daar per definitie al meer motivatie. Want je gaat niet op je telefoon lopen scrollen, terwijl er allemaal mensen aan het knallen zijn op hun laptop, lekker aan het overleggen, hun eigen business aan het opzetten. Dus daarom zeg ik altijd van, weet je, ga daar inderdaad naartoe. Maar stel jezelf eerst de vraag, oké, waarom wil ik gaan reizen? Wat is mijn doel? Jij zegt al, lekker zonnetje, mensen, dat... Okay, dan heb dat was altijd mijn droom geweest. Ik wil reizen altijd. Dat was mijn droom geweest. Andere plek zien en zo, ik weet niet. Ja, precies. Ik ben alleen naar Turkije geweest en naar Spanje, dat is het. Maar ik wil meer reizen. Reizen omdat het je droom is, reizen omdat je graag naar het buitenland wil, die connecties wilt. Dat zijn in principe gewoon valide redenen. Nou, dan ga je kijken, oké, wat kost een ticket? Hoe ga ik de eerste maand rondkomen? Stel je voor dat jij nu al spaargeld hebt of whatever, je hebt al iets opzij staan. Ik zal zeggen, ga gewoon eerst even testen. Je hoeft niet direct naar Bali toe, maar ga even testen in Spanje of weet ik veel, ergens in de buurt. Ga een maandje daar wonen, dus ga opzoeken. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan, maar ga even kijken van wat kost het mij om hier een maand te wonen. En je kan goedkope woningen vinden op Airbnb. Ik heb laatst, we gaan over 2 weken naar een ander plekje. Die woning kostte €1.500 voor 2 weken was dat. Ik heb die man een bericht gestuurd. Ik zeg, weet je wat? Kunnen we er 1.100 van maken? Hij zei, ja, is goed. Kunnen we 1.100 van maken? Wat ik daarmee wil zeggen is, zoek een woning. Chat met die mensen en zeg gewoon dat je korting wilt. Meestal geven ze je korting. Dus booking.com bestaan hele goede voor. Airbnb. Kom in contact met jezelf. En dan krijg je meestal wat korting. Nou, dan weet je al, oké, dit gaat wonen me kosten. Vervolgens... reisverzekering kan je afsluiten voor die maand. Hoeft niet per se. Je kan ook gewoon die Nederlandse... Moet dat per se trouwens? Zit dat niet helemaal echt verzekering? Dat weet ik niet. Dan moet je even je verzekering bellen. Yo, zit mijn reisje er ook bij gedekt? En als ze zeggen nee, kan je het meestal voor enkele euro's kan je het extra doen. Alleen ik vind die Safety Wings verzekering die ik heb zelf fijn, omdat die echt speciaal is voor mensen die voor een langere tijd op reis willen. Daarom zeg ik, als je dat voor een maandje doet... Ja, als je dat maar waar zit daar precies in dan, als ik vragen mag? Dan moet je... Ja, sorry, die weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dan moet je even naar de website gaan. Dat is... Die heet gewoon... Ja, Safety Wings. Of check even mijn bio op Instagram. Ja, maar goed. Hè, dus dan heb je weet hoeveel je locatie kost. Ja, voor dat maandje hoef je qua verzekering in principe niet superveel te regelen. En ga dan gewoon even kijken, oké, wat kost eten gemiddeld? 'S Morgens, 's middags, 's avonds. Ik kan je vertellen, als je elke dag gaat uiteten, wordt het tering duur. Als jij een keukentje hebt bij de locatie waar je bent, wordt het een stuk goedkoper. Ik ben hier ook met een vriend van mij. Wij koken elke dag. En ja, dat is gewoon 's morgens, 's middags, 's avonds eetje. En in principe kan dat als je naar de supermarkt gaat voor 10, 15 euro per dag. Heb je 's morgens, 's middags, 's avonds gewoon eten. Nou, dan weet je in principe ook al wat eten kost. En voor de rest, ja, kan je nog wel allemaal dingen gaan kijken van, ja, is het veilig? Hoe ga ik mensen ontmoeten? Bla, 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 bla. Maar jezelf volledig voorbereiden op zo'n reis kan je niet. Daarom raad ik je aan om niet per se een groot plan te maken, maar gewoon de stap te nemen en te vertrekken. Wat ik altijd doe, toen ik mijn wereldreis startte, ik heb alleen mijn ticket naar Bangkok geboekt. En daarna heb ik daar ja, voor een paar dagen een locatie gepakt. En toen ben ik gaan kijken, oké, wat wil ik? Daarna ben ik wel naar een eiland gegaan waar ik wist dat ik 4 maanden ging zitten. Maar voor alle reizen die ik daarvoor heb gemaakt, dus als ik voor een paar maanden wegging, ik boek mijn ticket naar de locatie, ik ga een paar dagen daar zitten. En dan ga ik in de buurt gewoon een beetje rondkijken en mensen praten van, oké, wat is hier? Want dan kom je ook meestal vele leukere dingen tegen dan dat je van tevoren alles op internet gaat opzoeken. Ja, in principe heb je niet meer nodig dan dat. Dus ik raad je aan, als je het nog nooit hebt gedaan en graag wil doen, test even een maandje in de buurt. Als je denkt van, fuck it, ik wil gelijk die grote stap maken, ga dan wel verder, maar weet wel dat met grote stappen ook een grotere val kan komen. Snap je? Dus kleinere stappen, dat kan een stapje terug zijn. En dan is het makkelijker om weer vooruit te gaan. Maar als je al direct zegt, weet je, pak het, ik ga voor 12 maanden weg. Als je op je bek gaat, gaat het wel zwaar worden en een rollercoaster worden in principe. Dus dat is maar net wat je wilt. Maar hoe vind jij vliegtuigtickets dan goedkoop? Zeg maar, want sommige mensen, als je op internet bijvoorbeeld zijn op Spanje, ze boeken naar Spanje en dan van Spanje gaan ze over naar andere land, zeg maar. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Daarvoor moet je echt mijn TikTok volgen, daar geef ik die tips. Nee, grapje. Hoe je dat doet is, je gaat naar Skyscanner en je tikt in Amsterdam. Tenminste, zo doe ik het altijd. Amsterdam of Eindhoven ligt eraan, maar als je buiten Europa wilt, vliegt er niks vanaf Eindhoven. En dan doe je tik je in de locatie waar je naartoe wilt. Stel dat is Bali. En vervolgens ga je kijken, dan kan je doen select whole month. En dan pakt hij de hele maand. En dan geeft hij alle goedkope vluchten binnen die maand. Dus goedkope vluchten vind ik via Skyscanner, Google Flights of Budgetair.nl. Kon ik laatst voor welke was de laatste? Budgetair.nl. Daar kon ik laatst voor €430 naar Bali vliegen. Of op Skyscanner had ik een vlucht gevonden voor €170 naar New York. Vanuit Amsterdam. Dus het hoeft niet zo duur te zijn. Alleen dat is wel als je buiten de seizoenen gaat. Hè, dus als je in het hoogseizoen gaat, zijn vluchten altijd wel iets duurder. Maar reken voor Bali, bijvoorbeeld, of Azië, tussen de 600 en de 700 enkeltje. Dus ik raad ook aan, als je op een gegeven moment denkt van, oké, ik ga nu de stap nemen om voor een paar maanden weg te gaan. Boek alleen je ticket heen. Dus nog niet per se je ticket terug. Ah, dat is slim. Want dat hoeft ook helemaal niet. Geef mij motivatie. Ik ga morgen vliegen. Dat is niet goed. Nee, ja, ga boeken. Ga boeken. En kijk, bij heel veel mensen die zeggen, ja, maar dan kom ik bij het vliegveld en dan moet ik een visa hebben. Want je hebt een visa nodig als je wil reizen. Hè? Je moet een kaartje hebben, stempeltje, je paspoort. Die kost in Bali volgens mij €20 of €30. En dan mag je een bepaald aantal maanden blijven. Ik heb een hele e-guide gemaakt erover, over al die stappen die je moet doen. Super simpel. Maar dan vragen ze soms naar een ticket terug. Alleen die heb jij niet, want je hebt alleen je enkeltje geboekt. En daar is ook weer een website voor, die heet onwordticket.com. En dan kan je een soort van fake ticket, dat is eigenlijk een ticketreservering, kan je kopen voor €14. En die is gewoon valide, die kan je laten zien aan de douane of waarver je dan ook bent. En dan zeggen ze van, oké, is prima, dat is genoeg. Dus dan hoef je niet al je ticket terug te boeken. Dat is waar heel veel mensen mee zitten. Ja, maar dan moet ik ook wel terugboeken, dan ben ik al dat geld kwijt. En blablabla, hoeft niet. Dus dat. Dus ik zou gewoon lekker, als ik jullie was, en je denkt van, fuck it, ik wil het eens testen. Ga gewoon, kies een leuke plek uit in Europa. Je brengt me echt op ideeën, hè? Dat is niet goed. Ja, dat is juist goed. Daarvoor ben ik hier. Kies een leuke plek uit en ga ook een beetje ervaren hoe dat is. Hè? Want op een gegeven moment, stel je voor je gaat naar, weet ik veel, Valencia of zo. Dan zit je daar dus, in je appartement, met je laptop. Ja, dan zie je dus hoe dat is. Oké, je bent in het buitenland. Je zoekt op Google coworking plek in de buurt. Je loopt naar de eerste de beste toe en je gaat gewoon kijken. Gaat kijken, hoe is dat? Hoe is die sfeer hier? En dus op een gegeven moment, in het begin zal het wennen zijn, maar na een weekje of misschien twee denk je van, hé man, dit is best wel vet. En je wordt steeds zekerder ook, want nu ben je nog, er zijn heel veel dingen die je niet weet. Dus je bent per definitie een klein beetje onzeker over wat je wilt doen waarschijnlijk. Dat helemaal oké is, want dat is iedereen. En dan word je langzaam zekerder, je krijgt meer te weten en dan denk je, fuck it, oké, let's go. Nu ga ik dat ticket boeken voor mijn grote reis, of voor mijn langere reis, of whatever. Nou, dus dat. Deed je het vaak alleen of samen met iemand als je dan zo'n reis... Ik heb eigenlijk altijd samen met mensen gereisd. Dus ik vorig jaar, of anderhalf jaar geleden, startte met mijn ex-vriendin. Toen zijn we uit elkaar gegaan en toen ben ik zeg maar alleen verder gegaan. Dus toen heb ik wel, denk ik, een maand ongeveer alleen gereisd. Maar weet je wat het is? Nou ja, eigenlijk 4-5 maanden. Totdat vrienden uit Nederland, die kwamen op een gegeven moment opzoeken. Er zijn 3 vrienden die zijn gekomen. Ik ging gewoon naar hostels toe. En daar zijn allemaal andere mensen. Dus als jij graag mensen wilt ontmoeten... want heel veel mensen die denken... Ja, hoe ontmoet je dan mensen? What the fuck, weet je wel? Want alleen is ook maar zo alleen. Ik raad je aan... om wel een periode alleen te reizen. Waarom? Omdat op het moment dat jij graag... constant met andere mensen wilt zijn... en het moeilijk vindt om alleen te zijn... raad ik je dus aan om juist alleen te zijn. Omdat er een reden is waarom je dat moeilijk vindt. Er is iets in jou... dat moeite heeft met alleen zijn. En als je dat constant opvult met naar feestjes gaan, vrienden appen, drinken, weet ik voor wat afleiding je allemaal hebt, om dat te kunnen verdoezelen, dan is het tijd om dus alleen te gaan. Dus dat is supergoed, want je komt dan wel iemand tegen en dat is jezelf en dat is heel interessant. Het gaat niet altijd leuk zijn, maar het is wel heel leerzaam. Maar hoe ontmoet je andere mensen? Nou, je gaat naar een hostel toe, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Heel veel mensen die reizen solo. En je zult zien dat er ook best wel veel mensen alleen zitten dan, of misschien al met groepen, want ze hebben al vrienden gemaakt. Maar wetende dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, dus iedereen wil eigenlijk andere mensen ontmoeten. Maak gewoon die eerste stap. Loop naar iemand toe en zeg, yo man, hoe lang ben jij hier al? En dan zegt hij, oh ja, ik ben hier gisteren aangekomen, superleuk. En daar is je gesprek begonnen. Als je constant gaat nadenken over, ja, wat vinden zij van mij? En ja, wat fuck moet ik dan precies zeggen? En dadelijk vinden ze me raar en blablabla. Niemand vindt dat. Ik bedoel, stel jezelf op de vraag. Hoe vaak, als er iemand naar jou toe komt en die stelt een vraag van... Ja man, kan je me helpen hier in de buurt? Denk jij dan van, wat een mafcase, flikker op. Dat kan dat je dat denkt hoor, maar ja, de meeste mensen denken dat niet. De meeste mensen willen gewoon helpen en zijn aardig... en zijn eigenlijk ook op zoek naar een vriend of vriendin... waar ze lekker mee kunnen connecten en een beetje mee rond kunnen reizen. Dus ja, zet dat ego en die blokkades die allemaal in je hoofd zitten een beetje opzij... En dat is spannend. En dat vind ik zelf ook nog steeds spannend. Maar de enige manier om die angst te overwinnen is simpelweg om het te doen. Er is geen hack of shortcut. Ja, je kan heel veel bier gaan drinken en dan wat meer open zijn. Maar ja, dat werkt ook niet echt. Snap je? Dat is wel heel veel mensen die gaan dan lekker feesten om dan connecties te maken. Dat kan ook. Maar uiteindelijk is het wel heel waardevol om dat ook nuchter te kunnen. Snap je? Maar hoe combineer je dat eigenlijk, als ik vragen mag, met zeg maar, dat je gaat op vakantie. Maar plus je wil ook je werk doen. Maar hoe combineer je dat met... dat je je focus oplegt. Bijvoorbeeld, je wil naar het strand gaan, maar je wil ook werken. Bijvoorbeeld. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ben nu eigenlijk... Hier in Colombia zit ik eigenlijk bijna alleen maar binnen. Dus ben ik alleen maar aan het werk, omdat ik die community... daar ben ik gewoon aan het bouwen. En dat traject wat ik aan het opzetten ben. En social media, video's, dingetjes. Om de zoveel tijd... Ik ga gewoon elke dag... of om de zoveel dagen gaan we naar de sportschool. Om de dag. Elke dag... ga ik gewoon even een rondje lopen. Kijk, het is helemaal aan jou. Als jij bepaalt om naar het strand te gaan, dan ga je naar het strand. Die vrijheid heb je. Snap je? Ik ben net voor deze call, heb ik ook een uurtje lekker op het strand gelegen. Ik bedoel, snap je? Maak blokken voor jezelf. Hè? Sta om een bepaalde tijd op, pak een beetje routine. Ik sta om 7 of 8 uur op. Ik ga even 2 uurtjes werken, uurtje lopen, whatever. Maar doe ook gewoon vooral wat goed voelt. En wat ik heel veel zie op internet is die grinden, constant werken, maar dat werkt niet. Het is juist goed om een stap terug te doen en wat rustiger aan te doen. Want op een gegeven moment, het kan wel werken hoor, dat grinden. Elke dag, bam, en het weekend ook doorknallen. Ik werk zelf ook gewoon soms 10 uur op een dag, dat ik achter mijn laptop zit als het niet meer is. Alleen op een gegeven moment merk ik van, tering man, ik heb te weinig tijd voor mezelf genomen. En dan raakt je hoofd helemaal vol. En als je dat blijft doen, kom je in een burn-out. En dan word je helemaal onderuit gehaald. Dan gaat het echt niet de goede kant op, dus dan gaat het je sterk af. Maar hoe je dat combineert... Ja, is om het gewoon te doen. Ga dan lekker werken. En als jij denkt van, nu ben ik er even klaar mee. Ben ook lief tegen jezelf. En zeg van, oké, is prima dat je nu even van je laptop afgaat. Hey, je leeft ook, hè? Je hoeft niet constant achter dat ding te zitten. Ik ga ook genieten, daarvoor ben je ook aan het reizen. Ik bedoel, het is superleuk allemaal om in het buitenland te zijn, maar als jij alleen maar je scherm ziet, ja, waarom ben je dan daar? Dan kun je net zo goed in Nederland blijven, toch? Snap je? Dus vind dat balans ook. Ga lekker een keer een paar dagen weg naar een eilandje. Whatever. Ga eens wat leuks doen. Ik zal met jullie, die ga ik even met jullie delen. Die deel ik normaal eigenlijk alleen in de community. Maar, even kijken waar staat die hoor. Dat heet de trifecta-methode. En nu zul je denken van, wat de fuck is dat? Even kijken waar staat die hoor. Heb ik hem nou niet? Nou, in ieder geval, dat is een soort e-guide die ik heb uitgeschreven. Maar eigenlijk 1 jaar reizen heb ik daar uitgeschreven. Hoe je dat dus het beste kan doen. Dus met de beste levenskwaliteit te behouden. Dus hoe je 1 jaar lang de wereld rondreist. Terwijl je de beste levenskwaliteit houdt. Die ga ik nu even met jullie delen. Komt-ie. Dit is hem. Dus daar heb ik uitgeschreven hoe ik zou gaan reizen. De eerste 3 maanden start ik in... wat was het? Bali of in Europa. En dan naar Bali. En daarna naar Zuid-Amerika. Ja, als je die even doorleest, dan zie je ook hoe je dat balans een beetje erin kan vinden misschien. Dus ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Ja, dat. Maar dat ga je eigenlijk allemaal vanzelf zien. Ik snap dat er superveel vragen zijn van ja, hoe dit, hoe dat, hoe zus, hoe zo. Maar ja, ik raad gewoon aan om start klein en ga dat ervaren. Op een gegeven moment de antwoorden die je in je hoofd hebt, of de vragen die je in je hoofd hebt, die antwoorden zullen daar gaandeweg zelf op komen door het gewoon te doen. Snap je? Ik kan wel alles gaan vertellen hoe je van A tot B wat doet, maar dat is hoe ik het zelf heb gedaan. En dat hoeft niet per se altijd voor jou ook zo te zijn. En door het zelf te gaan doen, ga je dat ook zelf ervaren. Dan ga je zien, oh, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Het is allemaal best wel leuk en simpel en allemaal dat soort dingen. Dus dat. Heb je het op Insta? Dan kan ik je op Insta volgen. Ja, doe dat. Ik heet Reizen met Luc. En zo heet ik ook op TikTok als je dat leuk vindt. Ik ga nu even die foto trouwens even... wacht, dit is een leukere foto. Kunnen jullie even 1 keer... oh nee, wacht. Even 1 keer leuk lachen. Dan ga ik deze even delen met een... denk ik Ole even. Kijk, Instagram. Bap, bap. 3, 2, 1. Oké, top. Hoe zal ik hem doen? Wat zal ik erbij zetten? Call. Ja, oh ja, coaching call. Heeft Bolonairs ook Instagram? Of heeft alleen Ode Instagram? Weten jullie dat? Oh, wat erg. Ik volg Bolonairs heeft ook volgens mij een Insta wel. Je volgt er niet eens. Nou zeg. Wat is dit nou? Jij heeft Bolonairs. Oh ja, hier heb je ze. Kijk. Mooi. Ja. Yeah. Nice. Nou, dat was een beetje mijn verhaal. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dat het jullie misschien een beetje inspireert. En ja, nogmaals, als je nog een vraag hebt, je kan hem nu nog stellen. Of stuur mij een DM als je denkt van ik heb geen zin om hem nu te stellen. En als je het leuk vindt om met andere reizigers te connecten. Nogmaals, ik heb dus die ikwilreizen community. Daar die kan je gewoon joinen. Via mijn Instagram, die hebben jullie nu ook. Okay. Linkje in mijn bio en daar staat in principe alles onder. Ik vond het wel interessant en waardevol, dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie bedankt voor het luisteren en voor jullie tijd om hierbij te zijn. Wat voor waarde heeft de community extra bij jou? Kijk, ik ben er heel erg van overtuigd dat het meest waardevolle wat de community in principe is het connecten met andere mensen. Dus er zitten nu bijna 1000 mensen in die ook willen reizen, die bijvoorbeeld al aan het reizen zijn. Ik kreeg net een DM van iemand van, yo man, ik ben met iemand anders uit de community die toevallig in Thailand was, nu in contact gekomen. Snap je, dat was allemaal niet gebeurd als zij niet in die groep zaten. Dus ja, je leert mensen kennen die dus ook willen gaan reizen. Stel je voor, jij wilt naar, weet ik veel, een plek toe. En jij typt in de community, yo, ik ben volgende week in Zuid-Spanje, wie is er ook? En Piet die zegt, ja, ik ben er ook. Nou, kunnen jullie connecten, kunnen jullie het hebben over remote werk, online inkopen, misschien samen een business starten. Er kan zoveel uitkomen, puur door die connecties. Dus dat is het. Het is 1 gratis groep en ik heb 1 betaalde groep, die kost €3,50. Dus als je een kopje koffie per maand minder wilt drinken en daarin wilt, dan kan dat ook. En daar focus ik echt meer op de hele mindset achter het reizen en wat je allemaal nodig hebt. Je krijgt toegang tot alle gratis e-guides. Plus ik deel daar alle mogelijkheden in die ik zie voor remote werk. En ook doe ik daar van dit soort calls in. Maar die is dus echt gefocust voor de mensen die denken, fuck it, ik wil voor een langere tijd weg. Hoe doe ik dat? En ik wil connecten met mensen die dat ook aan het doen zijn. Of dat in ieder geval gaan doen. Dus dat is het een beetje. En voor de rest, kan jullie wel even die website doorsturen. Daar heb ik dan zie je weer mijn hoofd. Ja, misschien heb je al genoeg van mijn kop. Nee, dat kan natuurlijk ook. Maar als je denkt van, ik kan hem nog wel even aanzien. Dan kan je ook naar deze website. Daar staat wat meer uitleg daarover. Ja, het is alleen maar waardevol. Dus dat is helemaal sowieso. Dank nice. Zeker. Geen probleem. Maar volgens mij, ik weet niet of ik hem af kan sluiten. Want het uur zit er. Tenzij, heeft er nog iemand een vraag? Ik kan hem nu nog stellen. Jij hebt me op idee gebracht, dus dan dankjewel. Nou, maar kijk, dat is mooi. Daarvoor kom ik hier. Want ik zat na te denken om naar Turkije te gaan, want ik heb daar familie wonen en dat ik daar een maandje woon of zo en dan kan ik mijn business. Maar ik zou het doen of niet doen, maar je hebt mij nu op idee gebracht. Ik denk dat ik het wel ga doen, maar... Als jij daar bij familie kan wonen, dan moet je dus... Ja, dan kost dat... Tenminste, ik denk niet dat je geld moet betalen om daar te wonen, toch? Wel. Nee. Nou, dan woon je daar al een stuk goedkoper. En dan ga je ook zien, oké, dit is hoe het is om te werken in een warm land. Vanaf mijn laptopje, lekker even, weet ik veel, cocktail drinken, whatever je leuk vindt te doen. Maar dan weet je wel hoe het is om in ieder geval in het buitenland al te werken. Dat is een hele goeie. En plus, het kost er niet zoveel geld. En tickets in Turkije zijn volgens mij ook niet super duur. Ja, terugweg niet, maar hierweg wel. Ja? Jawel, als je met euro betaalt wel. Ik denk dat je zo'n €200-300 kwijt van een ticket. Ja. Naar Turkije, maar dat is een 4 uur vlucht. 3 uur, ja. Waar vlieg je op? Alanya? Antalya? Nee, Izmir. Izmir. Waar ligt dat? Noord? Nee, Kuşadası is het toevallig. Bodrum? Ja, Bodrum. Kuşadası is Bodrum. Ja, daar dichtbij. Dat is een uurtje vandaan. Ah, oké. Ah, mooi. Ja, mijn oma die heeft een appartement in Mahmutlar. Dat ligt bij Gazi Paşa. Yeah. Ik weet niet of je dat kent. Ja, daar heb ik dus. Ik ben veel in Turkije geweest ook vroeger. Laatste jaren niet meer, maar hele mooie plek. Ik zou daar gewoon lekker starten dan. Zeker als je daar familie hebt, is ook een beetje wat vertrouwelijk. En weet wel dat... en je weet dan hoe het is om in het buitenland te werken en om dat te zijn. Alleen, je bent nog steeds wel met familie en met mensen om je heen. Dus het gaat nog steeds heel comfortabel zijn. En het is juist ook goed om naar een locatie toe te gaan. Bijvoorbeeld, wat ik zeg, Valencia, wat redelijk dichtbij is. Ook lekker warm en super toegankelijk voor mensen die ook digitaal willen werken. Daar zit je dan wel alleen. Of je kan met, jullie hadden het net al met Michelle, jullie hadden het net al met elkaar erover. Kun je ook samen gaan, dat kan ook. Maar ik raad wel aan... Ik wel daar wel afgesproken dat we dat ooit wel in de toekomst willen doen. Een maandje weg ergens aan de gaan knallen, dus... of jullie kunnen met z'n allen gewoon gaan. Dat je in de community van Boyness zegt, yo jongens, we gaan met die hele community van weg. Of Ode, die gaat even wat regelen of zo. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet het niet dat het zijn plan is, maar... Nee, dat is wel ongoing als het goed is. Oké. Als we interesse en toen zeiden we, dan kunnen we net zo goed even een groep aanmaken voor de mensen die interesse hebben. Maar daar is nog niks van gekomen eigenlijk. Maar... Nee, ik weet niet. Ik zal het wel even tegen Ode zeggen zo meteen, dat hij dat moet doen. Maar goed. Ja, dat was het in ieder geval voor mij. Ik weet, Flavio zit hier ook weer in deze call, want hij zei dat hij zou komen als het... heb je hem. Ja, hij zit er wel. Yes. Ja, jongens, wat vonden we ervan? Wat vonden jullie er eigenlijk van? Waardevol, ik vond het echt nice. Krijt. Wilrik. Hallo. Ja, ik ben er al. Ik vond het ook heel waardevol. Ik ben blij dat ik hierbij ben geweest. En wat heb je eruit gehaald? Nou ja, gewoon meer het idee van dat je wel, als je wil reizen, dat je het moet gaan doen. Want eerst had ik ook hetzelfde als, meerdere mensen zeiden hiervan, moet je het wel doen, het is een probleem met budget en alles. En dat je inderdaad, als je goedkoop wil leven, dan kan je goedkoop leven. Het is maar net of je het wil of niet. Ja. Precies. Nice. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik ga hem straks lekker terugkijken. Top. Wil jij nog wat zeggen? Nee, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Ik vond het superleuk om te doen. En nogmaals, ga me volgen op Instagram en op TikTok. Dat is heel leuk. @Reizen met Luc. Dankjewel daarvoor. En dat was hem.